Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga vandaag in deze video aan jullie mijn make-up routine laten zien. Het is nog best wel vroeg. Misschien hoor je dat ook aan mijn stem. Maar ik ga zo meteen naar een feestje, festival toe. Dus ik dacht misschien is dat wel een heel erg leuk moment om te laten zien aan jullie wat ik qua make-up op mijn gezicht smeer. Want als ik gewoon een normale dag heb, is dat niet zo heel erg veel. Dus dan ben ik er echt binnen 3 minuten doorheen. Maar als ik naar een feestje of een festival ga of foto's maken, doe ik altijd wel wat meer op. Dus ik dacht het is wel heel erg leuk om dat nu voor jullie te filmen en nu aan jullie te laten zien. Ik had ook een paar DM's gekregen van mensen die vroegen hoe ik mijn make-up had gedaan toen ik op Ibiza was. Dus ik ga het gewoon precies hetzelfde doen als toen ik het toen had gedaan. Ik heb hier een hele make-up tas. Deze tas komt van de H&M's. Echt heel erg chill. Was echt alles in. Dus ik ga gewoon lekker mijn make-up met jullie doen. Ik moet mijn haar ook nog doen, maar dat ga ik verder niet laten zien. Maar ik ga eventjes deze band in mijn haar doen. Het ziet er niet heel erg charmant uit, maar het helpt wel heel erg. Ik heb deze toen gekregen bij een event. Maar ik zag ze laatst ook bij de Primark gewoon hangen, deze banden. Maar dan blijft het gewoon lekker uit je gezicht. Ik heb mijn skincare al gedaan. Hier een spiegeltje voor me, die ga ik hier neerzetten. En dan ga ik lekker samen met jullie mijn make-up doen. Ik ga beginnen met een primer. En deze primer is echt het allerbeste wat er bestaat. Ik vind deze zo chill. Deze van Glossier. Je kan er wel heel erg lastig aan komen als je in Nederland woont. Ik heb hem toen via Amazon gekocht. Moest ik wel echt heel veel kosten overheen betalen. Dus toen heb ik volgens mij echt €50 hiervoor betaald. Maar ik was dus laatst in Londen. En toen heb ik dus een reserve meegenomen. En ik had deze op Ibiza. En we waren daar echt aan het shooten van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En mijn make-up bleef gewoon echt heel de dag perfect zitten. En ik denk echt oprecht dat het hierdoor komt. Ik heb hem toen ook voor Biep meegenomen. Die vindt hem ook echt super chill. Zoe gebruikt hem nu ook. Dagmar gebruikt hem ook. Omdat iedereen hem gewoon echt zo mega chill vindt. Dan pak ik de Flawless Filter van Charlotte Tilbury erbij. En ik heb deze in de kleur 4,5. En heel veel mensen doen deze altijd op hun gezicht overal, zeg maar. Maar ik doe hem dus eigenlijk alleen hier zo op mijn wangen, waar je dus normaal gesproken ook highlighter aanbrengt. Want ik weet niet, ik vind het gewoon niet mooi als heel je gezicht echt zo'n glimbal is. Dus vandaar dat ik het alleen op deze plekken doe. En dan pak ik deze kwast van Ruw Techniques. De Expert Face Brush. En daar ga ik het mee blenden. Dan pak ik mijn foundation erbij. En dat is deze van MAC. De Studio Face & Body Foundation. En ik gebruik deze in de zomer in de kleur C4. En in de winter gebruik ik hem in C3. Eén tintje lichter. En ik vind deze gewoon heel erg fijn. Omdat hij dus heel erg waterig is. Dus je krijgt wel een egaal gezicht. Maar het lijkt eigenlijk niet echt alsof je foundation op hebt. En dat vind ik heel erg fijn. En die breng ik aan met deze Blurring Concealer kwast van Ruw Techniques. En wat dus ook heel erg fijn is aan deze foundation is dat er zit dus geen SPF in. Dus als je bijvoorbeeld 's avonds een feestje hebt of zo, je gaat uit of je bent buiten en je maakt een foto met flits, dan krijg je dus niet zo'n witte baas over je gezicht heen. Want als een foundation dus wel een SPF heeft en je maakt een foto met flits, dan krijg je helemaal zo'n wit gezicht. Nu heb ik het een beetje over mijn gezicht verdeeld en ga ik er daarna overheen met deze spons. Deze is ook van Ruw Techniques. Heel veel mensen maken deze altijd nat, maar ik gebruik hem gewoon droog. Ik weet niet. Ik ben gewoon en te lui om elke keer naar de keuken te lopen om water te pakken. En ik vind het droog ook wel chill werken. Zo, dan zit dat er ook op. En dan heb ik dus geleerd, ik zat een YouTube video van een meisje te kijken en die werkte dus van onder naar boven. Dus die gaat eerst contour doen, dan blush, dan concealer. En ik moet zeggen, ik vind dat echt heel erg mooi werken. Dus dat doe ik nu ook. Voor de contour gebruik ik de Charlotte Tilbury Contour Wand. En dit is in de kleur Fair Medium. Ik moet zeggen, ik gebruik dit dus echt alleen als ik een feestje heb of foto's ga maken. Dus dat is echt niet heel vaak. Maar dit ding gaat zo snel leeg. Ik vind dat echt niet meer. Dat plaats ik hier zo bij mijn jukbeenderen iets hoger. Zet ik 3 stipjes. Hier in mijn voorhoofd nog wat stippen. En tegenwoordig doe ik het ook zo hieronder bij mijn kaak. En dan pak ik dus deze kwast van Ruw Techniques ook weer. En dit is de Light Layer Complexion. En daar ga ik het gewoon mee uitblenden. Ik vind het nooit heel erg mooi als je echt die hele erge strepen ziet. Dus ik moet meer een soort van schaduw geven, vind ik. Dus dat probeer ik dan ook.
En ik probeer het altijd goed uit te blenden bij mijn haarlijn. Maar ik vind het zo lelijk als je echt zo'n hele make-up streep ziet. Alsof je echt zo'n masker op hebt. En ik zeg trouwens echt niet alles wat ik doe dat dat heel erg goed is of zo. Ik doe gewoon op mijn eigen manier en ik kijk gewoon zelf wat ik mooi vind. Soms vind ik deze dus een beetje vlekkerig, deze contour. Dus dan ga ik er nog eventjes een beetje overheen met de Beauty Blender. Dat het dan voor mijn gevoel iets minder vlekkerig wordt. De camera lijkt altijd alles gelijk zo heftig, maar valt volgens mij echt wel mee. Dan ga ik door met de Liquid Blush. En ik heb dus deze van Bobbi Brown. Die vind ik echt heel erg mooi. In de kleur Dew. Klein beetje van op mijn hand hier. En daar ga ik dan in met mijn vinger. En dat plaats ik dan op mijn wang. Net iets dus boven die contour. Hier doe ik eigenlijk ook nooit te veel van op. Want ik moet zeggen, blush gebruik ik echt pas sinds de laatste tijd. Ik gebruik dat eigenlijk helemaal nooit heel erg veel. Maar ik vind het toch wel heel erg mooi als ik het wel op heb. Dan gaan we door met de concealer. En ik gebruik deze van NARS. En in de zomer gebruik ik de kleur Ginger. En in de winter gebruik ik de kleur Custard. En die doe ik eigenlijk gewoon alleen onder mijn ogen. Een beetje aanzetten. En soms doe ik hem ook nog hier zo bij mijn ooglid aan het uiteinde. Ik weet niet, maar het geeft gewoon zo'n mooi effect als je je concealer gewoon als laatste doet. Ik weet niet waarom ik het altijd als eerste doe. Maar oké. En dit ga ik gewoon met mijn vinger uitblenden. Want ik weet niet, ik vind gewoon dat dat het mooiste mengt met je huid, zeg maar. Dat je vingers natuurlijk ook warm. En je huid ook. Dus dan door de warmte, zeg maar, wat op elkaar komt, blendt het gewoon heel erg mooi in. En dan is het tijd om alles af te poederen. Ik gebruik deze van Laura Mercier Translucent Powder. In de kleur Translucent. En ik heb dus dit sponsje. Hij is echt een beetje vies geworden. Maar zo'n driehoek kwast. En ik vind het heel erg fijn om mee te zetten. Ik weet niet waarom. Het blijft gewoon make-up heel erg mooi zitten. Gewoon een beetje van die poeder in dat dekseltje gedaan. En dan ga ik met het sponsje erin. En dan ga ik als eerst onder mijn ogen. En dan vind ik het altijd mooi om het een beetje zo te doen. Omdat dan die contour net nog eventjes iets beter tot z'n recht komt strakjes. En dan ga ik altijd nog een beetje over de plek waar ik ook niet per se hoef te glimmen. Dus mijn kin. Hier tussen bij mijn voorhoofd. En hier zo naast mijn neus. Dan gaan we verder met de poedercontour. En ik heb er twee die ik allebei heel erg fijn vind. Deze van Benefit. Hoela. Ik denk dat heel veel van jullie die wel gewoon kennen. En van de Bahama Mama van de Balm. Ook deze bronzer. Die heb ik dus ooit gekregen in een perspakketje. Ik kende dit merk helemaal niet, maar ik vind hem zo fijn. En ik heb hier een kwast van Gaia. Vind ik ook heel erg fijn. Dus daar ga ik het gewoon mee aanbrengen. Want ik wil niet... Ik doe het eigenlijk een beetje voor warmte en een klein beetje contour. Maar niet per se om heel heftig te contouren. Ik zie dat ik wel echt mezelf lekker bruin aan het maken ben. Maar goed. En dan deze blush van MAC in de kleur Peach Twist. Een sheer tone blush. En daar gebruik ik deze blush brush voor van Ruud Techniek ook weer. Ik zei daarnet natuurlijk al dat ik nooit echt heel veel blush droeg. Dus ik probeer dit ook altijd niet te veel te doen. Omdat ik het soms nog wel... Wat heb ik hier? Ik heb helemaal viezigheid. Ik denk dat mijn dagcrème nog niet helemaal goed was opgedroogd. En die doe ik altijd een beetje zo over mijn neus meenemen. Want dat vind ik gewoon een mooi effect geven. Iets natuurlijker. Dan, als we dat hebben gehad, pak ik weer deze erbij. Want ik kan het soms nog wel een beetje heftig vinden. Dus dan pak ik die erbij. Met een poederkwast. Dit is de Ultimate Powder Brush. Ook weer van Ruud Techniques. En dan ga ik daarmee gewoon eventjes hier overheen. Zodat het iets minder heftig wordt. En iets meer in geheel. En dan pak ik mijn setting spray erbij van Urban Decay. En die spons weer. Echt deze combinatie van deze setting spray en die Colossier primer die ik net liet zien. Is echt
make-up blijft dan oprecht de hele dag zitten. Sommige mensen sprayen die spray op hun gezicht, maar ik doe het op een spons. En dan ga ik er deppend overheen. Als ik dit doe, voelt het gewoon heel erg alsof mijn make-up echt soort van in mijn huid zit. En dat het gewoon bijna niet lijkt alsof je make-up op hebt. En dat vind ik gewoon heel mooi. En dan gaan we door met de wenkbrauwen. Ik gebruik nog steeds, echt al jaren, althans de verpakking is wel anders geworden, maar het product is nog wel hetzelfde. Het wenkbrauwsetje van Catrice met dit wenkbrauwpenseltje van Anastasia. Dit is de 7B. En ja, ik doe niet heel veel bijzonders aan mijn wenkbrauw. Ik volg ze gewoon de lijn. En dan kleur ik ze gewoon in. Ik probeer wel altijd het begin iets minder heftig te maken dan het uiteinde. Dus ik begin eigenlijk altijd in het midden met tekenen. En soms als ik wel echt nog een soort gat in mijn wenkbrauw zie, dan pak ik altijd deze erbij van Benefit. Mijn brow pencil. Want daar kan je gewoon echt streepjes mee zetten, maar dat vind ik nu niet echt nodig. En dan ga ik er doorheen met een wenkbrauwgel. Die verpakking is helemaal versleten, maar dit is van Schwarzkopf volgens mij. Zo'n speciale wenkbrauwgel. En deze is echt top. Het is gewoon een soort gel haarlak combinatie wat je in je wenkbrauw doet. En het blijft echt heel de dag zitten. En je haartjes worden er ook iets donker van, heb ik het idee. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dan vind ik het soms nog leuk om mijn oogschaduwkwastje te pakken en mijn bronzer. Om die een beetje in mijn ooglid of zo te doen. Doe ik niet altijd. Ik weet niet. Soms heb ik daar wel zin in, soms niet. Maar het geeft een beetje diepte in je gezicht. En soms vind ik dat wel heel erg mooi. En dan gaan we als laatste door naar de ogen. Ik gebruik altijd een zwart oogpotloodje. Deze van Essence, de Long Lasting. Ik weet niet zo heel erg moeilijk welk oogpotlood ik gebruik. Maar altijd gebruik ik gewoon een oogpotlood. Omdat je wimpers lekker er gewoon voller door. Ik vind dat gewoon heel erg mooi. En dus die zet ik op mijn bovenste waterlijn. Ik weet niet, ik doe dit echt oprecht al heel erg lang, oogpotlood. Echt sinds dat ik mijn wenkbrauwen ook teken en zo. En dan sluit ik hem af met de Rimmel Wonder Volume Thriller Chiquer mascara. Gebruik deze ook echt al anderhalf jaar of zo nu, of een jaartje. Die vind ik echt heel erg fijn. En wat ik altijd doe is, ik zet mijn spiegel onder me. Zodat ik echt van onder zo omhoog kan met de mascara. Zo, mijn make-up zit erop. Het is eigenlijk altijd mijn make-up hoe ik het doe. Als ik een verjaardag heb, een feestje heb, een festival heb. Als ik meer make-up op wil doen, foto's gaan maken, noem maar op. Als ik gewoon iets heb waar ik meer make-up bij op wil doen, is dit hoe ik mijn make-up doe. Ik vind dit gewoon het mooiste. Ik doe niet een hele oogschaduwlook of een gekke lipkleur. Ik vind dat gewoon niet echt bij mij passen. Dit is, ik ga jullie even zien, dan zie je jullie misschien nog even iets beter. Dit is hoe mijn make-up is geworden. Er zullen vast mensen zijn die dit veel te veel vinden. Er zullen vast mensen zijn die dit veel te weinig vinden. Ik draag dit ook niet elke dag. Als ik gewoon een dagelijkse normale dag heb, doe ik altijd concealer, mijn wenkbrauw, mascara. That's it. Dus dit is voor mij wel heel erg veel. Maar zoals ik zei, voor een feestje of zo vind ik dat heel erg leuk. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik zal alle producten die ik gebruikt heb eventjes uitschrijven in de beschrijving. Zodat jullie die makkelijk kunnen vinden. En weten hoe het heet en welke kleur ik overal van gebruik. Maar ik hoop dat jullie dit een leuke extra video vonden. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video.